als je aan caviar denkt, dan denk je natuurlijk aan pom moscovite. Dat is eigenlijk hetgeen waar ik zelf super lekker vind. En eigenlijk ook misschien iets wat jullie simpel thuis kunnen maken. Onze aardappel die gaan we gewoon even steamen in de oven. Of gewoon koken in een pot met wat aromaten. En wat we nu gewoon doen, is gewoon in stukjes snijden. En dan gaan we die lekker pletten met een vork. Dit gaan we nog verder een klein beetje uithollen. Oppassen dat je net die bodem niet raakt. Mengen gaan we doen met wat zure room. En met een vork gaan we ze mooi pletten. Een paar van die brokjes mogen er best in blijven zitten. Geeft ook zo'n lekker tikkeltje smaak eraan. Wat ik er zelf wel eens bij doe, is een klein klontje boter. En laat dat er maar lekker in smelten. Ik ga er wat kruiden bij doen, een klein beetje bieslook. En wat ik er zelf bij doe, en dat is natuurlijk een beetje mijn zoet verhaal. Ik ga er een heel klein beetje Granny Smith appel door doen. Niet te veel ook, een klein beetje, net voor dat zuurtje erin te krijgen. Dit gaan we wel mooi fijn snijden. Natuurlijk, een klein beetje ui. Ondersteunt de bieslook en de Granny Smith appel. En natuurlijk gaan we het visvlees van de steur niet zomaar weggooien. Ik heb een stukje laten roken. En dit stukje gerookte steur gaan we ook in fijne blokjes snijden. En gaan we ook door het aardappeltje doen. Het is natuurlijk leuk om de steur volledig te gebruiken. Om caviar te verkrijgen, wat gebeurt er eigenlijk? Nou, de steur die gaan we opensnijden en dan gaan we de caviar eruit halen. De caviar die is op dat moment reukloos en smaakloos. Pas van op het moment dat we zout gaan toevoegen, dan pas krijgen we de rijping van de caviar uitjes en krijgen we de definitieve smaak. Nou, het rijpen duurt ongeveer 2 maanden vooraleer dat caviar lekker op smaak komt. Klein beetje limoensap natuurlijk. Geeft altijd nog een extra frisse toets. En zo zie je maar dat het eigenlijk simpel is om van een simpele, lekkere aardappel iets heel exclusiefs te maken. En natuurlijk is het proeven heel belangrijk, vooraleer dat je zout gaat toevoegen. Want je zit natuurlijk met het zout in de caviar, dus en daar moeten we een perfecte balans tussen vinden. Ik ga een klein beetje zout toevoegen, niet te veel. En eventjes goed mengen. Wat je ook kunt doen om hem extra fris te maken, is een klein beetje limoenschil ook. Onze aardappel kunnen we nu vullen. En dit is zo'n gerechtje, dat kun je eigenlijk koud en warm eten. Hè? Kijk, nu is het nog lekker lauw. En als het zo lauw is, vind ik eigenlijk het zelf het lekkerste. En doe maar lekker wat vulling erin. Eigenlijk is dit al lekker, hè? Zo, die beet van dat steurvlees, die brokjes van die aardappel, de smeuïgheid van de zure room, ja, de Granny Smith appel, het limoentje, de zesde van de limoen, allemaal samen, voor mij, hele lekkere combinatie. Ik heb het dekseltje, heb ik nog bijgehouden. En natuurlijk, het goud, dat mag niet ontbreken. Onze Ocetra. En kijk eens wat een mooie korrel je hier hebt van eitjes. Mooie combinatie van kleur. Ja, en dit is eigenlijk het goud. Wat je gewoon royaal moet kunnen gebruiken. En royaal moet kunnen afwerken op een gerecht als deze. En natuurlijk als patissier zou ik dit volledig willen afwerken en van alles er nog willen bij doen. Maar eerlijk gezegd, mijn signatuurgerecht en het gerecht wat jullie thuis het makkelijkste kunnen namaken, is dat lekkere aardappeltje, dat tikkeltje boter erin en al die andere lekkere smaken. En dan afgewerkt met het goud uit België, de Ocetra. Zo, mijn signatuurgerecht voor jullie. Volgens mij een ideaal gerecht om thuis eens na te maken. En onthoud mijn kernwoorden van Royal Belgium Caviar.
de belevenis, de smaak en vooral de kwaliteit.